Aanwielrenners zijn al in Peking. Ze maken er kennis met de Olympische baan tijdens wereldbekerwedstrijden. Met de bekende Nederlandse baantoppers, maar ook met oud-wereldkampioenen veldrijden en wegwielrenner Marianne Vos. Het was haar lang verwachte debuut op de Olympische piste. Wat een entree voor het wonderkind uit Babyloniënbroek, de scratch race. 40 rondjes, 10 kilometer, de bel voor de laatste ronde en er is er één alleen vandoor. Marianne Vos wint haar allereerste wedstrijd op de baan. Ongelooflijk maar waar. Ze kan werkelijk alles. Tweede wordt de Australische Goss. Derde de goede Cubaanse González. Onwaarschijnlijk was ook het optreden van de Nederlandse teamsprinters. Mulder, Bos en Veld. Hier Veld de laatste man tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. In de kwalificatie was Nederland nog tweede achter Frankrijk. Maar Nederland pakt het goud. Op de WK's was het steeds net niet. Vandaag is het net wel. En dus het Wilhelmus in Peking. Ja, we gaan nu aan het werk voor richting het WK. En, maar inderdaad, ik ga wel de komende maanden aan dit podium denken. En, maar goed, het is in ieder geval een goede generale geweest. We kunnen goed overweg op deze baan. En dat geeft ons wel een lekker gevoel. En het was voor Theo Bos dus de eerste kennismaking met het Loashan Velodrome. De piste waar het over 8 maanden dus moet gebeuren tijdens de Olympische Spelen. Een paar weken is hij pas af, maar hij ligt er goed bij in de winterzon. De wielertempel van Peking. Waar deze man, Theo Bos, komende zomer het hoogste podium hoopt te halen. Het was de eerste kennismaking met de Olympische hal en het oordeel was positief. Ja, ik kan niet anders zeggen dat ik heel erg tevreden erover ben. En, we zijn hier dinsdag aangekomen. En woensdag ging ik al op snelheid trainen en die tijden waren gewoon heel goed. En dat toch na een lange reis, dat zegt toch wel iets over de baan ook. Nou ja, de bochten die zijn heel kort, dus je wordt er eigenlijk een beetje doorheen gesweept eigenlijk. En dat voelt wel heel erg lekker. Dag 1 in Peking verliep prima. Bos en teamgenoten Teun Mulder en Tim Veld gaan hier op weg naar een eerste plek. De verwachtingen voor volgend jaar groeien. Nou was je sportman van het jaar 2006. Je bent net weer genomineerd voor sportman van het jaar 2007. Je bent inmiddels een beetje de voortrekker van de Nederlandse mannensport, hè? Ja, nou ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Het gaat heel erg goed de afgelopen jaren. En ik hoop die lijn in ieder geval door te zetten. En ik weet dat ik nu weer genomineerd ben voor sportman van het jaar. Dat vind ik heel erg leuk. Het heeft natuurlijk ook een keerzijde dat je zo in de picture staat. Mensen verwachten nu wel wat van je. Hè? Kun je daarmee omgaan met die druk? Dat brengt wel een beetje druk met zich mee. Maar ik verwacht ook heel erg van mezelf. Ik leg mezelf ook de lat ook hoog. Dus vanuit mezelf is die druk ook wel heel erg hoog. Hè? Wat ook wennen is, de typisch Chinese manier van organisatie hier. Ik heb net een dopingcontrole gehad en dan gaat het toch een beetje rommelig. Normaal gesproken een UCI-controle is met 2 man die controle afneemt. En hier wordt het echt met 10 man tegelijk gedaan. Dus, dat is wel druk dan in het hokje. Ja, dat is inderdaad een beetje chaotisch en iedereen heeft een kleine taak. En daarom is het goed dat dit zo'n test-event voor hun is. Zij leren hier ook heel veel van en dat het straks met de Olympische Spelen allemaal perfect geregeld is. En er viel nog wat op. Het was drukker in het rennersvak dan op de tribune. China loopt nog niet bepaald warm voor het baanwielrennen. Een zure constatering, vooral in de wetenschap dat er volgend jaar bijna geen kaartjes voor Nederlandse toeschouwers voor dit evenement beschikbaar zullen zijn. Iets waarover NOC-NSF al heeft geklaagd. Dat zal ik op zich wel jammer vinden, want het is altijd wel een goede steun eigenlijk. Maar ik kan er verder ook weinig aan doen, denk ik. En, hebben je ouders al kaartjes? Die hebben geen kaarten, dus maar ik ga er wel vanuit dat zij op de tribune zitten. Wij dachten Theo Bos een plezier te doen door dan maar wat Chinese fans voor hem te regelen. Maar we hadden de letters van zijn naam nog niet uitgedeeld of de organisatie hield ons tegen. Spandoeken blijken verboden. Waarom precies werd niet gezegd, maar het liet zich enigszins raden. De letter T van Theo kun je namelijk ook gebruiken als een T voor Tibet of Taiwan of een andere politiek geladen kreet. Theo Bos zelf concentreerde zich terecht op belangrijke zaken en kreeg maar weinig mee van ons gevechtje op de tribune. Dan is het toch wel leuk dat het na 15 minuten zeuren toch mocht. Theo Bos, ja! Voor wat het waard is.
Goed.